Hallo en welkom bij deze video. Ik ben Martijn Heren en in deze video ga ik jullie allerlei handige tips en tricks geven voor het varen met de sloep. Dan gaan we het eerst hebben over het manoeuvreren met een sloep. Nou is het zo dat als ik bijvoorbeeld links of rechts of bakboord, stuurboord, maakt niet uit hoe je het noemt. Maar als je die kant op wil en ik zet de boot eerst in de vooruit en ik ga dan pas aan mijn roer draaien. Dan ben ik eigenlijk al 1,5 meter verloren met het draaien. Maar wat nou als ik de boot weer even stilleg. Als ik het roer eerst op de stand zet waar ik naartoe wil. Dus ik wil in dit geval rechtsaf. Eerst het roer naar rechts. Dan in de vooruit en gas geven, zul je zien dat je in hele kleine stukjes kan draaien. En dan is het natuurlijk ook nog zo dat we een schroefwerking hebben. Dat betekent dat een rechtsdraaiende schroef linksom makkelijker draait. Dus nu hebben we een vrij grote cirkel. Maar draai ik de sloep helemaal de andere kant op, zul je zien dat de draaicirkel een stuk korter is. Dus hij gaat korter om de linkerkant. En dat heeft natuurlijk te maken met de schroefwerking. En zometeen laten we dat ook nog van boven zien. Dus in dit geval rechtsom is langer dan linksom. En ook met het stoppen, als we dus een gangetje hebben en we komen op de kant af, eerst even in de vrij, dan in de achteruit, wachten tot hij echt in de achteruit pakt en dan even een dot gas geven en dan ligt hij eigenlijk ook gelijk stil. Nou is het ook zo met het achteruitvaren. Heeft pas zin als de boot een beetje snelheid krijgt. Want kijk, als ik nu in de achteruit ga, dan zul je merken dat de boot een beetje die kant optrekt. Dat komt de schroefwerking. Wanneer gaat hij pas reageren op het roer? Dat is ongeveer nu. Want nu krijgt de boot een beetje snelheid en zul je ook zien dat de kont gaat draaien. En dat doet hij omdat hij dan pas snelheid krijgt en het roer heeft gewoon wat snelheid nodig om te kunnen reageren. Dus ook rechtsaf. In principe kan je een heel stuk achteruit varen met de boot. Dus dan komen we gelijk eigenlijk bij het volgende verhaal. Als ik dus stil lig in een slootje en ik moet op een heel kort keren, dan is het handigste om het roer helemaal naar rechts te zetten, of naar links waar je ook heen wil. Dan zet je hem in de vooruit, dan begint hij gelijk al te draaien. Maar op het moment dat ik moet draaien, want ik moet een stukje achteruit, want anders raak ik de kant, heeft het dus geen zin om dan al het roer te gaan draaien, want hij heeft geen snelheid. Dus hij zal ook niet reageren op zijn roer. Dus je kan eigenlijk het roer gewoon naar rechts laten staan. En zo zul je zien dat ik op een heel klein stukje, gewoon naar voren en achteruit, heel kort kan draaien. Eigenlijk bijna om mijn eigen cirkel heen. En ik doe eigenlijk niks met het roer. Het staat alleen maar rechtsaf. Dus, vele malen makkelijker. We'll be right back.
En natuurlijk is het handig als je gaat varen met vrienden en of familie, ook trouwens alleen, want het ziet er een stuk mooier uit, dat je de kap mooi opvouwt zoals deze, een mooi klein pakketje, dat je het niet in de weg ligt. Ook als ik hier ga zitten, heb ik nu geen last van de buiskap. En nou heb ik daar een filmpje over gemaakt, die komt hier in beeld en dan kan je zien hoe dat moet. Maar het is echt super handig en ook veel beter voor de kap als je hem op deze manier gewoon netjes oprolt. Nou is het ook nog zo tijdens het varen, als je met een sloep als deze vol gas vaart, dan gaat de sloep heel erg dit doen, gaat heel veel golven maken. Maar uiteindelijk zul je zien dat als je 2 kilometer zachter vaart, dus je doet het gas op half gas, dat je veel minder brandstof verbruikt, de boot blijft echt veel rechter liggen en heb je het een veel fijnere en rustigere vaarsnelheid te pakken. En met ook veel minder verbruik. En ook is natuurlijk van belang dat je even voor het varen even het oliepeilt. Dat hoeft echt niet elke dag. En zeker als je maar, 50 uur in een seizoen vaart, kan je gewoon prima eventjes om de week of elke keer als je een tijdje weg bent geweest en even bij de motor komt, heel even het oliepeilen, kijken of er genoeg in zit. Zorg dat de tank zo vol mogelijk blijft. Is het nou bijvoorbeeld zo dat je 2 maanden niet bij de boot bent, zorg er dan voor dat die afgetankt is qua diesel dan. Want dat zou beter zijn, want diesel trekt dus condens aan. Daar hebben we eerder wel filmpjes over gemaakt. En het is gewoon beter als de tank vol zit, want dan kan er zo min mogelijk vocht bij komen. En natuurlijk zorg dat je genoeg drankjes en hapjes aan boord hebt, want dat is wel erg fijn, helemaal met dit soort weer. En anders dan dat wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou leuk? Geef er een blauw duimpje op. En anders abonneer op ons kanaal om op de hoogte te blijven van allerlei handige tricks en tips. En anders tot de volgende video.